In Nijmegen zijn vorig jaar ruim 42.000 stenen vervangen door groen. Operatie Steenbreek overhandigt haar jaarrapport aan de wethouder. Ruim 42.000 stenen minder, 109 geveltuintjes erbij en 84 regenpijpen zijn afgekoppeld. Het zijn de cijfers uit het jaarverslag van operatie Steenbreek in Nijmegen. De organisatie pleit voor meer groen in de stad in plaats van stenen, om hittestress te verminderen en ook wateroverlast te beperken. Er wordt dan ook met trots teruggekeken op het afgelopen jaar. Vanuit de Bastij proberen we de stad op allerlei plekken te vergroenen. En dat heet operatie Steenbreek, omdat we proberen de stenen eruit te halen en het groen erin terug te brengen. Nou, we hebben in het centrum bijvoorbeeld een aantal geveltuindoedagen gehad. Dus mensen die dan samen hun eigen straat vergroend hebben. Er zijn heel veel regenpijpen weer extra afgekoppeld. Mensen hebben tuinadvies gevraagd als ze niet wisten van hoe kan ik bijvoorbeeld in mijn nieuwbouwhuis een mooie tuin aanleggen. Dus daar heeft de Bastij allemaal mee geholpen en daar zijn we heel erg blij mee. We hebben ook weer heel veel tegels uit de grond gehaald om ervoor te zorgen dat het regenwater goed weg kan en de stad steeds groener wordt. Ja, en waarom is het zo belangrijk dat de stad vergroent? De stukken in de zomer waar betegeld is, die zijn soms wel 7 graden warmer dan de stukken waar het groen is. Dus ja, dat is het verschil tussen 35 graden of 28 graden. Nou, dat is natuurlijk gewoon fijner om te wonen. We krijgen steeds een ander klimaat, dus hetere zomers. Als je dan meer groen hebt, dan is het koeler in je stad. Dat is heel belangrijk. We hebben ook heel veel, juist veel regenoverlast. Dus op het moment dat je dan overal steen hebt, kan het water nergens heen. Dan krijg je bijvoorbeeld ondergelopen kelders. Dus ook daarvoor is meer groen en minder steen heel belangrijk. En wat doet de gemeente nog meer wat betreft de vergroening van de stad? Nou, we zijn nu ook in ons centrum heel druk bezig met een aantal groene perkjes. Kun je zien bijvoorbeeld aan de kop van de Mariekenstraat. En in de wijken samen met wijkregisseurs kunnen bewoners ook plannen doen. Bijvoorbeeld Distelpark en de Planetenbuurt. Dat zijn dan echt grotere parken waar bewoners samen meer groen aan het toevoegen zijn. En eigenlijk door de hele stad komen we wel met dit project. Sinds december 2019 heeft hij zijn haren laten groeien en nu is het tijd om het eraf te halen. Gisteren was het Wereldkankerdag en ter gelegenheid hiervan wilde Mesa Plant zijn lokken doneren aan Stichting Haarwens. Zo'n 30 tot 35 centimeter zal eraf gaan en dat is meteen ook een heel ander gezicht. Ik weet niet of ik mezelf meer kan herkennen, want ik heb mezelf al heel lang schoon met lang haar gezien en ik weet niet meer precies hoe ik er dan uitzie met kort haar. En dan is het zover. Komt ie, hè? 1, 2. Ja, het moet 35 centimeter zijn om er iets moois van te maken. En 7 tot 8 vlechten, dan kunnen ze een mooie pruik maken. We maken allemaal staartjes en vlechten ervan om het bij elkaar te houden. En dan knippen we af tot de 35 centimeter en daarna maken we er een mooi kapsel van. Kijken wat we overhouden aan haar, hoe kort het kapsel kan worden. Zo'n kort kapsel is natuurlijk wel even wennen. Als ik hier zo voel, dan voelt het alsof het niet mijn hoofd is. En net in de spiegel, toen was het ook een beetje raar. Maar nu gaat het wel. Dit voelt wel fijn nog wel. Ik ben heel blij dat het is gebeurd, want ik heb er heel hard voor gewerkt. Ja, ik dacht eigenlijk van, wow, het ziet er wel heel erg mooi uit. Ik herkende hem toen al die vlechten eraf gingen en echt niet meer. Hoewel het lange haar ook mooi stond, vind ik het ook wel heel fris koppie. En ik ben ook gewoon super trots. Naast het doneren van zijn haar wilde Mees graag nog meer doen voor de kinderen die ziek zijn. Daarom heeft hij samen met zijn moeder een actie opgezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Kika. Toen dit moment naderde, toen hadden ze iets van laten we ook een actie opstarten. Want hij heeft natuurlijk toch wel 4 jaar lang zijn best gedaan om, om het haar te laten groeien. En waarbij je ook veel geld hebt ingezameld. Want uiteindelijk komen jouw haren hopelijk ook ten goede juist aan kinderen met kanker. Die hopelijk ook genezen en daar wil je ook een bijdrage aan leveren. En ga je het nu nog een keer laten groeien, denk je? Nee, dat doe ik niet meer, want ik heb het gedaan en ik ben blij dat ik het een keer heb gedaan.
De politie in Elst is op zoek naar getuigen van een woninginbraak in datzelfde dorp. Deze zou afgelopen zondag in de vroege ochtend zijn gepleegd tussen 6 en 7 uur in de Jonathan. De politie zoekt mensen die iets verdachts hebben gezien of wellicht beeldmateriaal bezitten waarop iets te zien is. Zij kunnen zich melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Een man uit Beuningen is vrijdag door de rechter in Arnhem veroordeeld voor het plegen van ontucht met een 13-jarig meisje. De man, toen 20, en het meisje kwamen in de zomer van 2021 met elkaar in contact via een datingsite. Een week later spraken ze af in Arnhem. De twee gingen naar een park waar in de bosjes seksuele handelingen plaatsvonden. Wegens verzachte omstandigheden krijgt de man slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Het was feest bij NEC. Niet alleen vanwege de winst op Heracles, ook omdat de blinde tribune jubileerde. Al 10 jaar lang worden blinde en slechtziende supporters van de club voorzien van speciaal commentaar. Commentator van het eerste uur, Hans de Beum, weet hoe belangrijk dit is voor die mensen. Ja, ik ben een bescheiden jongen, maar ik denk best wel belangrijk. Want wat wij zien, vertellen wij en proberen we zo goed mogelijk beeldend uit te leggen. Zodat zij de beleving hebben zoals eigenlijk een voetballiefhebber behoort te hebben. Ja. 10 jaar geleden startte NEC met de blinde tribune. Dit naar een idee van een vaste bezoeker. Ik weet dat Bart, een van de vaste bezoekers, die kwam bij mij met... Hans, dat is een collega van mij, was dat toen. Ze willen een blinde tribune starten. Dus toen zijn we samen naar de pilot geweest. Dat was een Belgische organisatie die dat deed. Dat was NEC Roda JC. Dat was 4-3. Mooie wedstrijd, mooie promotie. En toen zijn we uiteindelijk 2 februari 2014 begonnen. NEC Go Ahead Eagles 1-1. 1-0 Higden, 1-1 Tuluc. En zo is het begonnen. RN7 verzorgt al jaren het radioverslag bij wedstrijden van NEC. Toch kun je dit verslag niet vergelijken met het radioverslag. Nou ja, dit is, het komt natuurlijk zeker wel overeen, maar dit is meer gedetailleerd. Je let wat meer op haardracht, op positie. Als het spannend is, kijk je vaak op je klokje. Nou, dan nemen we die tijdsaanduiding ook mee. Een uitvak, sfeeracties. Dus je neemt er net iets meer gedetailleerd, neem je het wel mee. Ja. De carnaval staat weer voor de deur. Voor velen weer tijd om volop te feesten. Voor carnavalsvereniging De Deurdrievers uit Nijmegen is dit feest dit jaar extra groot, want ze bestaan alweer 60 jaar. Afgelopen weekend werd het alvast volop gevierd met prinsen, dwelorkesten en vooral veel drankjes. Wij vieren als carnavalsvereniging De Deurdrievers. Dat zie je wel, ik denk op, zo hè. Vieren we dus ons 60 jaar bestaan. En er worden dus een x-aantal verenigingen, prinsen en dergelijke worden uitgenodigd. Dat doen we eens in de 5 jaar. Normaal is het carnavalistisch getal is 1 keer in de 11 jaar. Maar wij hebben gezegd, we geven 1 keer in de 5 jaar, geven een groot feest. En dat is vandaag aan de gang. Vrijdag hebben we hier de hele zaal ontruimd. Dat is een voetbalclub. Die hebben nog gevoetbald. Dus gisteren of vanmiddag zijn we weer hier geweest. Alles ontruimd, opgebouwd, tafels. Ja. Inkoop gedaan voor de hapjes, de drankregelen. Ja, in de voorbereidingen, ik kan vertellen, ongeveer 2 weken lang ben je er bijna dag en nacht mee bezig om een feest helemaal tot in de puntjes te regelen en alles geregeld te hebben. De mensen die komen, de uitnodigingen en dergelijke, daar zijn we heel druk mee bezig geweest. En vanavond ben ik hier een beetje de gast hier. De mensen die binnenkomen, die doe ik verwelkomen. Als er een artiest op moet treden, die zou ik even naar voren halen. En die doen we onze jaaronderscheiding geven als blijk van waardering dat ze hier bij ons feest aanwezig zijn. Straks komen de Waalsterretjes. Dat zijn kinderen die ook onder de deurdrievers vallen. Die geven een dansdemo. En daarna komen diverse artiesten. Gewoon de gezelligheid. De gezelligheid met de mensen. Alles. Biertje erbij, muziek erbij. Biertje erbij, muziek erbij. Ik praat met iedereen. Ik heb met iedereen goed overweg. Ja, we wonen meer. Waar ik het meest naar uitkijk. Nou, dat is in ieder geval het bezoek van de Stadsprins. Dat is altijd wel een heel mooi protocolair iets. Ik zelf ben best wel een protocolmans. De protocol, dat zijn onder andere de steek, de onderscheidingen die we dragen. En daar zit ik wel op te wachten. Hij zou rond 8:00 arriveren. Dus daar zijn we eigenlijk druk op aan het wachten. En als dag geweest is, dan kan het feest losbarsten. En dan ga ik zelf ook een biertje drinken. En dan maken we er een leuk feestje van.
Ja, en dan nog het weer. Vandaag hadden we nog met een relatief goede dag te maken. Het was vaak bewolkt, af en toe prikte de zon er even doorheen. Maar het was vooral droog. En dat gaat de komende dagen helaas wat veranderen. Vanavond en vannacht kan er al wat lichte regen vallen. Ook morgen zal er een druilige dag worden. Wel is het warm voor de tijd van het jaar, want het wordt morgen zo'n 12 graden. De dagen erna blijft het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd regen. Vanaf woensdag doet de temperatuur ook een stapje terug naar zo'n 8 tot 9 graden. Ook in het carnavalsweekend ziet het ernaar uit dat we het niet droog houden. En tot zover het RN7 regionieuws van maandag 5 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons via de sociale media. Morgen zijn we terug, dan hoor je onder meer tegen welke probleem de Nijmeegse marktkooplieden aanlopen. Rondom de toekomstige regelgeving. Dus ik zeg graag tot morgen.